Dit is een ontmoetingsschool. Een school waar 50% van de leerlingen van buitenlandse origine is. 50% van de leerlingen is van Nederlandse origine. En dat betekent dus concreet dat de twee groeperingen, als je dat zo zou willen noemen, dat die elkaar in evenwicht houden, wat aantallen althans betreft. En als de aantallen gelijk zijn, dan gaan de kinderen ook gelijkwaardig met elkaar om. En dat betekent natuurlijk nogal wat. Zeker als we ons realiseren dat Nederland natuurlijk in toenemende mate een multi-etnische samenleving aan het worden is. En het dus in toenemende mate ook belangrijk is dat de mensen in Nederland leren samenleven. Dan moet je dat van kinds af aan als het ware leren. En dat leren de leerlingen bij ons op school vanzelf. Zonder dat daar speciale lesjes of projecten of dat soort dingen voor gegeven hoeven te worden. Leren ze dat in de praktijk van alle dag. En het is maar goed ook, want dit soort dingen zijn natuurlijk niet uit een boekje te leren. 5 graden, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nou, je weet, het moment, kracht keer arm, is gelijk aan kracht keer arm. Dus wat ga je nou proberen? Je merkt echt helemaal niks van discriminatie. Nou, dat vind ik gewoon best wel tof, met zoveel mensen bij elkaar zijn. Daar heb je helemaal geen last van. Ik denk dat je hier misschien zelfs nog meer leert op een andere school. Buiten les om, je hebt vrienden van andere nationaliteiten. En je leert gewoon hoe andere culturen in elkaar zitten en zo. Ik denk dat het ook heel leerzaam is. Het zijn ouders die vinden dat een school als deze, waar veel niet-Nederlandse jongeren op zitten, een slechte school zou zijn. Wat vind je daarvan? Ik vind domme mensen die dat zeggen. Zij zijn bang dat hun kinderen niet genoeg aandacht krijgen, omdat de niet-Nederlandse jongeren meer aandacht nodig zouden hebben. Taal en zo. Nou, deze generatie die hier op school zit, die is eigenlijk hier geboren. Dus die zijn net zo lang woners in Nederland als ik. We moeten ons natuurlijk heel goed realiseren dat de kwaliteit van een school wordt bepaald door de leraren voor de klas en door de manier waarop een school georganiseerd is. En natuurlijk niet door welke kinderen er op zo'n school zitten. En als je ook naar het tempo en het niveau van de lessen kijkt, dan wordt dat niet door de leerlingen bepaald, maar dat wordt door de overheid bepaald. En om eens wat te noemen, in 3 HAVO in heel Nederland is ongeveer hetzelfde lesniveau en hetzelfde lestempo aan de gang. Dat is hier natuurlijk ook het geval. Heeft de school nog een bepaalde opvang voor mensen waar jij het net over had, die dus misschien wel een taalprobleem hadden? Ja, die kunnen bijles krijgen in de school, tijdens lessen. Dat dus niet het niveau van de les afzakt. En zodra ze op niveau zitten, dan komen ze terug in de klas. Of ze doen bijles na schooltijd en mijn huiswerkklas, krijgen ze begeleiding en zo. Hoor je een lange of een korte klinker? Een lange klinker. Een lange klinker, ja. Hoe schrijven we bever in het meervoud? Bever, Krijgen we een verdubbeling? Nee. Waarom niet? Kijk maar naar het bord, naar de regel die op het bord staat. De klinker is. De klinker is E. Is E, lang. Dan krijg je geen verdubbeling. Kan jij in één zin beschrijven wat de school voor jou betekent? Nou, ik zie het als één grote bonte was, maar die je op het laatst toch een schone lei krijgt, als het ware. Wij zijn hier gewoon kleurenblind. Klaar uit. Dear God, I'm 14 years old. I have always been a good girl. Maybe you can give me a sign letting me know what is happening to me. So begins Alice Walker's touching, complex and engrossing novel, set in the harsh segregated world of Deep South between the wars. Celie has been raped by the man she calls father. Then he passed his thing inside my pussy. When that hurts, I cry. He starts to choke me, saying you better shut up and get used to it. Het zijn hier allemaal jongeren, tussen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar, die allemaal in Nederland grootgroeien op het moment. Allemaal in Nederland hun toekomst hebben. Ze moeten het allemaal in Nederland rooien. Nou, die leerlingen vanuit die verschillende etnische achtergronden leren hier dat die verschillen er wel zijn, maar dat die verschillen natuurlijk lang zo groot niet zijn tussen die jongeren dan de verschillen die tussen de ouders van die kinderen bestaan. En dat is natuurlijk verschrikkelijk belangrijk als je kijkt naar het jaar 2000. Als je dan weet dat dan misschien wel 10% van de Nederlandse bevolking bestaat uit etnische minderheden. En je in het jaar 2000 ervoor wil zorgen
dat mensen op een goede wijze met elkaar kunnen samenleven, dan heb je dat dus aan je jeugd uiteindelijk mee te geven. En als je dat nu maar van kindsbeen af leert, denk ik, dan zul je uiteindelijk het enige verschil tussen mensen overhouden. En dat is de kleur van hun vel. En meer niet. En dat is, denk ik, als je praat over onderwijs, natuurlijk verschrikkelijk belangrijk. Onderwijs leidt op voor de toekomst. En een multi-etnische samenleving, dat is de toekomst van Nederland.